Motocross en eigen A-team. U komt ze de komende week tegen. Op zondag 17 juni, attractiepark Duinrel. En de internationale trekkerwedstrijd op de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Op woensdag 20 juni bij Tobbedans in Volendam. Donderdag 21 juni bij de Stadsfeest in Roosendaal. Zaterdag 23 juni in het koopcentrum Ermelo. Op Duinrel in Wassenaar. Op de Braderie Noorden in Nieuwkoop. En bij de Jaarmarkt op de Delkant in Kerkdriel. Voordat je het weet, kom je ons tegen. Michael Knight, een indring op oorlogspad om de hulpeloze, onschuldige en machteloze te beschermen in een wereld vol criminelen die zich niet zoveel aantrekken van de wet. Zijn beste vriend is een auto. Niet zomaar een autootje, maar een gecomputeriseerde Trans-Am. Een auto die kan denken, ja zelfs praten. En als het echt moet, haalt hij eigenhandig Michael Knight uit gevaarlijke situaties. Samen met zijn stalen vriend beleeft Michael Knight spannende, maar ook romantische momenten. Knight Rider, een nieuwe Tros-serie voor de zomermaanden. Knight Rider deel 1, op vrijdag 29 juni. En dan vanaf zaterdag 30 juni, tussen 7 en 8, 11 zaterdagen achter elkaar. Knight Rider bij de Tros. Straks om 8:30, Coma. De tweede uit de serie thrillers en gangsterfilms die de Tros deze maand op uw scherm brengt. Deze superspannende film werd goedgekeurd voor kijkers boven de 16 jaar. Verder Falcon Crest en tot besluit Tros Actua. Maar voordat u naar het nieuws kunt gaan kijken, eerst nog even de weersvoorspelling voor de komende dagen.